Hallo Black Legion en welkom bij part 2 van Ori and the Blind Forest. Er zit een kikker daar. Die is niet lief. Kikkers zijn niet lief. Oh, motherfucker. Ging goed. Niks in de hand. We gaan doorlopen. Dus even kijken waar we uitkomen. Dat is een boss. Spirit Cavern. Dat is oké, we zijn er. We konden ook naar beneden natuurlijk. Dus gaan we even aanvallen. We gaan eerst nog wel even naar boven, als dat wil. Yep. Ah, ook hier moeten we weer. We hebben maar één stone. We moeten er nog twee bij hebben. Oké. Okay. Daar hadden we eigenlijk vrij weinig aan, maar oké. Okay. Oh, motherfucker. Beetje dubbel... dubbel killen. Dat is niet lief. Ga maar dood. Zo. Dan zegt die upgrade dat we al die dingen naar ons toe krijgen is best wel fijn eigenlijk. Dat is echt wel een uitkomst. Zeker niet slecht ook. Gaan we naar links? Nee, we gaan eerst even rechts kijken. Die wereld is echt betoverend. Zo mooi. What the fuck is dat? Een soort... Ori, this is a mapstone, one of the many ancient marks created to chart the forest of Nibel as it grew. Okay. There's a piece missing. If you can find the mapstone fragment, we might be able to repair it. Okay, waar vinden we de mapstone? Ik heb niks. Is dat het fragment? Nee, het is een stone. Waar zou de map fragment zijn? Waarom is iedereen gespawned? Motherfuckers. Haha, I get wrecked. Au, godverdomme. Ik word ook gewrecked. Oh, kom hier. Ik wil namelijk level up staan natuurlijk. Want level up zijn is altijd handig. Lijkt mij tenminste handig. We gaan jump. Oh, we zien niet. Oh, hij is dood. We kunnen hier naar beneden. Oh, for fuck's sake, kunnen we nou niet meer naar boven. Ja, kom op. Spring. Oh. Hij kan wel iets klimmen. Wacht, als het zo... Nee, we kunnen niet... Je kunt niet springen en dan nog klimmen ook. Dat is wel spijtig. Nope, dat wordt hem niet. Ah ja, we gaan hier naar beneden. Soul Link is ready. Oftewel, sla op, zegt de game tegen mij. Maar dat doe ik lekker niet. Ik ben eigenwijs. Zo, wat was dat, jongen? Holy crap, ah, oké. Okay. Omdat we een we hebben een perk erbij gekregen. Dat was een dikke explosie in Tokyo. Jesus Christ, dat zag er wel mooi uit. De game ziet er sowieso mooi uit, maar ook al die explosies en zo. Ze zien er echt netjes uit. Ziet er fabulous uit. Wee. Dat hoef ik nog niet te hebben. Even kijken, wat is hier beneden allemaal? Uh-oh. Gaan we nog dieper naar beneden? Wat is dat? There were those that turned to hope. Oh wow, dat ziet er zo cool uit. When she ravaged and killed. Wie de fuck is she? Wie de fuck is she? Waar de fuck hebben ze het de hele tijd over? The light of the spirit tree lives in all of us. He is the reason we are alive. He is the reason we grew. The spirit tree praat dan ook. Nou de hele tijd zo, maar dat is een murmur volgens mij. When he called out to find you, many years passed. We were attacked, wounded and killed by our foe. Now these ancestral trees are all that's left behind. Come closer now and feel the light of Phil, the spirit inside. Okay, absorb the light. Oh, wow. You've learned wall jump! Yes! Use the ability push the apple up toward the wall and press space to continuously... To leap forward, upward, whatever. Ah, je kunt er gewoon omhoog blijven springen. Perfect. Echt perfect. You found an energy cell. You can now collect and use more energy. Want we kunnen nu dus... Dit is gewoon een extra mana punt. Laten we het allemaal ophouden voor het gemak. Dit zijn een soort van mana upgrade points. Gevaters.
Remember you can use the current soul link to save your game. Dus we kunnen nou twee keer onze game opslaan bijvoorbeeld. Iets wat ik zo meteen ook wel ga doen, nu nog niet. Oh, for fuck's sake, ik had dat ding was ik vergeten. Heeft mijn AP, denk ik. Ja, wat gerackt. Oh, auw. Godverdomme. Maar we zijn er wel. Anders waren we hier ook nooit meer uitgekomen, eigenlijk. Oh, we moeten zijwaarts jumpen. Dat gaat wat zijn. Oh, dat werkt best goed, eigenlijk. Eerlijk is eerlijk, dat werkt best goed. Dat werkt echt goed, jongen. Die gaming... Auw, godverdomme. Die gaming mechanics van de game werken echt, echt perfect. Maar zo kunnen we overal komen. Oh, zoals bij die fucking kikker daar. Help. Ga dood. Dank u. Uh-oh. What the fuck is dat allemaal? Oh, die steen kunnen we meenemen. En die moeten we waarschijnlijk ook wel meenemen. Ga dood. Dank u. Wat is hier? Aha, een secret. Oh, je steen is mee. Even wachten. Oh, godverdomme pizza. Ja, ja, game. Haha. Yay, we hebben de shard. Maar via links naar rechts. Oh, wauw, we moeten deze hele fucking ding ook meenemen. Oh. Rennen. Dat ging nog maar net. Oh, wachten. Pizza, tijd. Ja, lekker. Zo gaat hij goed, Ori. Perfect. Auw. Alleen een klein beetje zeer, maar dat maakt niet uit. We hebben nog steeds niet opgeslagen, hè? Ik zat wel opgevallen. Mooi. Bam. Oeh, een hendel. Hold shift to grab and move. Ah, kijk aan. Nou kunnen we naar boven walljumpen als we dat willen. Of we springen gewoon fucking hard door en gaan niet dood. Het liefst niet. Is er een map fragment? Yes! Mapstone fragment. Return this to the mapstone to unlock a new area map. Perfect, gaan we bij direct doen. Get wrecked, jij. Geef mij aan punten. Dank u. Deze game werkt echt fantastisch. Het is echt een leuke game, vind ik. En ik hoop echt zo hard dat jullie dit ook een leuke game vinden. En waarom? Meerdere redenen. Waaronder één reden is gewoon, het is een keer wat anders. Het is wat anders dan de standaard games die jullie waarschijnlijk spelen. Oké, daar gaan we dan. Map fragment. Marking the way. Ah, nice. Find the spirit tree, dat moeten we natuurlijk nog steeds doen. Maar hij heeft nou, we kunnen nu zien op de map waar we overal naartoe kunnen. Zoals hier dus naar beneden, onder het water. Dat was eigenlijk wel te verwachten. Hier helemaal nog naar rechts, blijkbaar. Maar dat klopt trouwens wel, maar we konden niet walljumpen. Maar we konden hier niet meer terug naar boven. Dus we kunnen helemaal zien waar we overal naartoe kunnen. Dat is fucking cool. Dat is echt cool. Netjes game, netjes. Neem niet aan dat we hier kunnen wall... Nee. Ja, daar moeten we nog naartoe. Dat groene ding hadden we al eerder gezien natuurlijk. En dat groene ding zorgt ervoor dat wij een HP upgrade krijgen. Dus dat is een heel belangrijk iets om te hebben. En ik weet dat ik eigenlijk even moet gaan opslaan. Eigenlijk. Maar dat komt goed. Dat doen we zo meteen wel. Gaan we hier al langs? Nee. We gaan eerst even terug. Ik wil namelijk hier naar boven. Oh, kikker. Kikker alert. Get wrecked, son. Ah ja, mooi. We hadden hier onze dingen al staan ook. Allows reusing soul links to shorten the cooldown timer. Njam, njam, nee. Dat zegt me niet zo veel. Dat nog. Maar wat krijgen we hierna? Creating soul link restores one life cell. Half the cost of charging flame. Ultra soul link. Creating soul link restores two. Of doen we gewoon meer de strength. Ik denk dat we meer aan de strength hebben persoonlijk. Ik ben wel iets meer van damage en HP over het algemeen.
Zoals jullie wel weten. Ja. Wow, oké, okay, die damage upgrade, dat was echt perfect. Die damage upgrade is echt goed. Maar we kunnen hier nog steeds niet langs. Helaas. Kunnen we hier wel naar boven? Oh, kikker. Get wrecked, kikker. Nee, we kunnen hier niet naar boven nog. Dat is een kut. Maar we kunnen gewoon daar niet toe. We gaan verder naar rechts toe. We gaan even terug exploren. Ik hou van exploren, dat weten jullie ook wel normaal gesproken. Dat ik wel een explore type ben. Ah, for fuck's sake. Het is niet altijd maar gewoon doorrushen, rushen, rushen. Zou ik zeker wel exploren. We kunnen hier naar boven. Normaal moeten we dan... Oh, kut. Konden we daar net wel op? Waarom heb ik het idee dat we net daar wel op konden springen? Of nou, net vorige part. Ik weet niet waarom. We gaan eens even helemaal terug. Want hier was ook nog wat te exploren, zagen we. Alleen we konden er niet toe, omdat het oud deed. Zouden we er langs kunnen? Nee, denk ik niet eigenlijk. Ik denk niet dat dat een slim plan is, persoonlijk. Maar hetzelfde als hier naar fucking boven gaan. Dat wil ook niet. Hier naar beneden kunnen we wel, want daar hadden we ook nog wat volgens mij. Even kijken. Kijk, want die dingen zijn nou in 3 schoten dood. Dat moeten we hebben ook. Oh. Kijk, want hierboven lag ook wat. Maar daar konden we niet bij. En nu wel. Kablam! You found an ability cell. You gain another ability point. Exit ability 3 to hubble the people. Mooi, mooi. Upgrade. Time. Game opgeslagen. Ook belangrijk. En de ability tree. Improves the radius and damage of the charge flame. Charge flame is dus iets anders, blijkbaar. We zullen wel voor rekindle gaan. Dan hebben we tenminste in alle 3 iets zitten. En op zich is het wel handig, want we kunnen gewoon vaker saven. Dat is natuurlijk ook fijn. Eigenlijk wil ik naar beneden daar. Ik ben bang dat het oud doet. Daar heb ik weinig zin in. Want het water ziet er ver van vredig uit. We gaan helemaal terug naar boven. Oh ja, we moesten ingedrukt houden, dan vlogen we hoger. Dan we een soort helikopter met onze oren maken, wat super cute is. Maar ja, deze hele game is cute, dus wat verwachten we ook. En we moeten een soort long jump krijgen ofzo, denk ik. Get wrecked. Get wrecked, noob. Wee, je moet er helemaal niet toe, maar dat maakt niet uit. Het is makkelijker, leuker, sneller, weet ik niet. Als het goed is, krijgen we hier zo'n kikker. Denk ik. Oh. Als kunnen we our hold to rekindle. Ah, dan konden we, als we niet meer konden opslaan, dan konden we dus die save game daar weghalen en hem opnieuw ergens opslaan. Dus we dachten dat het daar nodig was. Perfect, oké, okay, we gaan deze gate openen. The gates are open. Fucking awesome. Ook nog. Ik ga hier. Near enemies. Oh, dat daar een enemy zit. Ah, hier wel. Oké, okay, de game is opgeslagen. Want dat ziet er weer uit als iets gezellig namelijk. En zoals ik zei, het is een beetje een puzzelplatformer. Auw. Auw, auw, auw. En toen gingen we dood. Dat was, ja, wel gedeeltelijk mijn schuld natuurlijk. Maar het probleem daarvan was, toen we eenmaal vielen, toen werden we gewoon continu geraped. Oh, dat was echt slecht game. Ah, oh, for fuck's sake. Die timing daar is echt kut. Het is wel goed dat ik hier een save game neer heb geflikkerd. Oh, for fuck's sake. Spring. Niet te hard wachten. Deze schiet een stuk langzamer. Oeh, dat was echt nog maar net. Hoe de fuck komen we daar? Hoe de fuck kom ik bij jou, vriend? Oh, geef mij fucking HP. Auw. Sneller. Naar boven. Waarom kunnen we hier naar boven? Wat moet dat doen?
Wat doet dit? Secret! Denk ik. These energy gates were sealed by the spirits of the past. If you collect enough energy cells, they will open a path. Ah. Oké. En we moeten er 4 hebben en we hebben er maar 2. Dus we moeten nog wel even doorsparen. Maar dat is wel cool. Ik vraag me alleen af hoe de fuck we daar beneden komen. We gaan even weer opslaan. Want ik zie dit echt nogal misgaan. Ik ben even aan het wachten totdat het ding geschoten heeft. Auw. Oh, for fuck's sakes. Come on. Ik wil niet te ver. Dank u. Ik moet namelijk net het heen en weer walljumpen. Dat was de truc daar. Oké. Dat hebben we ook gehad. Nou nog naar boven. Kom op, Ori. Die muziekje is echt betoverend. Oh, get wrecked, son. Mooi, spirit gate open. Kablam! Of niet? Oh, jawel. Lekker, lekker. Wat is dat voor groen ding daar? Ah, dat zijn gewoon planten. Never mind. Zijn we bij de spirit tree? Zijn we bij de spirit tree? Maar hier zijn we helemaal niet boven geweest, omdat we niet boven konden komen. Dit was volgens mij de gate area ook hier, dacht ik. We zijn er. Somebody found me. Dormant and still. Ah, hier zijn die dingen die we net ook al niet konden openbreken. Van die hele dikke muren. We told Ori the tale of her misguided will. Wie is een misguided will? Krijgen we nou een story erbij? Wie de fuck she is? The ancient being. Achievement unlocked. Ori the spirit tree. He must have used the last of his strength to save you. Aw. Nog meer fucking opofferingen. In de eerste part al dat dikke ding. Naru of zoiets of Natu, weet ik veel wat zijn naam was. Of haar naam, wat het ook was eigenlijk. En nu de hele boom al. Oh. Come now and hear our story. It was the night of the light ceremony. It was our light that she hated. Oké. Okay. Wie de fuck haat licht? Alleen een heks of zo. Oh, zoveel kleine poesjes mouw. En konijntjes, soort van. En vosjes, puur om ze allemaal op beleid te maken. Oh, een boze vogel. Een hele grote boze vogel. Kuro heet die vogel. You received the spirit tree's light. He put our fate in your hands. Listen carefully now, for you must understand. Okay. The spirit tree sustained the 3 elements of light, and in turn they brought balance and kept Nibble safe. What the fuck Nibble ook mag zijn. Je hebt iets met de forest, denk ik. Oh, waters. Oké, okay. The element of waters high atop the Ginzo tree. Sky? Ah, winds. Ik zat in de buurt. The elements of winds deep within the forlorn ruins. Damn, wat een naam. And vulkan, fire zeker. Warmth. God the fucking damn it. The element of warmth beneath the fires of Mount Horo. En ik was niet zo. Ah. To restore Nibble to its former self, we must rekindle their light before it's too late. Oh, ja, dat gaan we dus doen.
We gaan al het licht rekindelen. The first who will find me on the spider cove. Oh, for fuck's sakes. Ik wil niet. Spinnetjes zijn niet lief. Atop the tree where the waters once flowed. Oké, dus we moeten naar daar toe, inderdaad, naar rechts. Gezellig. Oké, we gaan even de game opslaan. En ik weet eigenlijk niet wat er in beeld kwam, iets met Ginzo Tree. Oh ja, puur omdat het een nieuwe locatie is, volgens mij. Oh ja, de Hollow Grove Valley of the Wind. Nou, we moeten naar de Hollow Grove. The ground is unstable. Dat vermoeden had ik al. Oh, get wrecked, son. Oh, fuck, hij leeft nog. Motherfucker. Hey, we kunnen zo helemaal ergens naartoe. Interessant. Puzzeltijd. Aha, we moesten ook naar beneden. Oh, daarboven. Daar zit een perk upgrade ding. Wat is dat? Wat is het en wat doet het? Geen idee, ik zie alleen spinnenweb. Daar word ik niet blij van. We gaan ze even helemaal naar beneden. Want, kijk, hier hebben we dit ding. Yeah, large spirit light container. Yay. Dat ding kan niet kapot, maar dat maakt het niet uit. Het is alleen een soort muur, denk ik. We gaan maar helemaal terug naar boven. En hier kunnen we dus nog geen zak mee. Dan moet het echt eerst krachtiger worden. Ga eens eroverheen, denk ik. Dan moet je even naar links. Oh, daar kunnen we niet langs. Motherfuckers. Maakt het niet uit. We klimmen gewoon naar boven toe. Daar rechts konden we volgens mij naartoe, maar daar had ik nog geen zin in. Even kijken wat hier links is. Ah, nog zo'n boom. Yay, nieuwe skill. Ah no, the spirit that died here was strong and courageous. Listen to his voice, he was able to focus our light. Oké. Okay. Gaan eerst even dit opeten. Oké, okay, absorb the light. Daar gaan we dan. Welke nieuwe skill zullen wij leren? You've learned charge flames. Use the ability hold to charge and then release the detonating damage everything in proximity. Oké, dat zijn we nodig voor die hele dikke muren natuurlijk. Oké, hoger dan dat kunnen we niet. Dus we hebben iets nieuws geleerd. Charge flame. Perfect. Dat is echt perfect. En dat kan dus ook hierop gebruikt worden. Oh, get wrecked. Gaan we ook even naar beneden, zodat we dit ook gelijk openen. Hebben we dit ook gehad. Ah, we hebben geen soul dingen meer. Uh-oh, dat was dom. Dat is heel dom, want dat kan ik niet opslaan. Oeps. Oepsie, Daisy. Kan gebeuren, je kunt niet alles weten. Ook ik niet. Maar daarboven is een shard, dus die kunnen we pakken. Parcours skills. Ah, je kunt gewoon niet onderdoor. Okay. Weer wat geleerd. We zullen die ene barricade maar even laten voor wat het is. Boeit me ook niet zoveel. We gaan naar boven toe. En ze verder naar rechts toe. Oh wow, en er komen twee kleintjes uit. Die ook nog shit afschieten, omdat het nog niet druk genoeg kon. Oh, motherfucker, die leven nog? Wow. Fucking OP krengen. Alright, naar rechts. Come on, Ori, platformer. Als de beste. Ah, we kunnen niet zo heel makkelijk naar boven toe. Dus dat is spijtig.
Oh, motherfucker, ik dacht het al, hè, dat dat zo'n rapey ding zou zijn. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Come on. Oh, iedereen is dood. Yay, we did it. Het is ons gelukt. Ik wil nog steeds even een solding maken. Dat ga ik nou even doen, denk ik. We gaan eerst even dit ding chargen. Zo. En dan pakken we dit ding even mee. Mooi. Oké, dan kunnen we nou een save point maken hier. Uh-oh. Spinnetjes aan de muren. Ga alsjeblieft naar de buren. Dat vond ik een heel mooi rijmpje. Create soul link restores one life cell. Dus als je een soul link maakt, dan krijg je één life cell terug. Wat is inhoudt dat je eigenlijk een soort van soul points kunt inleveren voor een life cell, een HP punt. Oh ja, apart. Ik denk dat we gewoon gaan voor iets anders. Increase damage and now bashing through enemies. Klinkt ook leuk. Charge Flame, dat is op zich wel belangrijk. We gaan voor dat. Charge Flame is namelijk wel belangrijk om door heel veel dingen heen te komen. En het zal fijn zijn als die natuurlijk minder kost. Eerlijk is eerlijk. Dus gaan we daarvoor. Het ziet hier eng uit. In de Spider Caves. Auw. Dat was echt lelijk, game. Auw. Het zijn echt lelijke fucking spiders. Ik kom daar dus niet overheen. Dus we gaan wel naar boven. We weten tenminste wat er beneden zit. En we weten hoe spinnetjes eruit zien. Creepy en lelijk. Staff. Meer life cells heb ik niet. Dus ik kan die deur niet open doen. Eeuw. Eeuw, het is squishy en warm en bah. Oh. Dat ging nog maar net goed. Come on, klimmen. Klimmen, Ori. Op het vieze ding. Ik weet dat het smerig is. Ik ben het geheel met je eens dat dit echt fucking smerig is. Ah, ik heb geen charge ding. Maar hier wel. Dus dit ding gaat ook naar tering. Oh god, wrecked spider web. Mooi. Oké, nou kunnen we dus ook naar beneden toe, voor de duidelijkheid. Is hierboven nog een secret ding? Nope. We hebben die andere groene ook nog niet gepakt trouwens. Die zat er ergens beneden. Daar. Dat was die groene, maar daar konden we niet bij, want dan moeten we door het water heen. Of niet? Ja, dat is ook evil water, dus daar zijn we niet doorheen gegaan. Oh, maar hier is ook HP. Yes, extra HP. Life cell found. Got wrecked. Nu alleen nog weer naar boven. Het was al de moeite waard om hier naartoe te gaan. Verder. Oeh, dat ging nog maar net. Dat ging echt nog maar net, Ori. Nee! Auw. Kom op, vlieg. Hoop. Jij moet iets beter vliegen, vriend. Ja, hè. Het is gelukt. Het is gelukt. Oh, zie die mooie landing. Oh, get wrecked by a spider. Get wrecked, spider. Ga dood. Yes. Mooi. Yeah, we did it. We zullen even een soul link maken. Dat we de game opslaan. En dan gaan we ook verder in de volgende part. Ik hoop dat jullie het een epische game vinden. Ik vind het heel erg interessant. Ik ben benieuwd wat er ons allemaal naartoe brengt. En ik vind het heel leuk om door te spelen. Als je het leuk vond, vergeet natuurlijk niet even een dikke like te geven. Deel hem eventueel met je vrienden. Of zijn hem met je favorieten. En ik hoop jullie weer te zien bij part 3 van Ori and the Blind Forest. Laters.